We kijken uit de hoogte naar een dichtbevolkt winterlandschap van Hendrik Averkamp uit 1609. De lucht is nevelig en koud, de horizon nauwelijks te onderscheiden. Maar het tafereel waar het om te doen is, is haarscherp geschilderd. Hoe vertel je ijspret? De doofstomme Averkamp doet dat met anekdotische details, te veel om op te sommen. We zien hier alle facetten van het schaatsen. Van het onderbinden van de ijzers tot het weer opkrabbelen na de val. Een opgetuigd paard trekt een rode arreslee. En op de voorgrond begeeft een groep elegant geklede dames en heren zich schaatsend op het ijs. Elders wordt er met riet en emmers gesjouwd. En links bij het grote huis, een brouwerij of een herberg, spelen zich diverse scènes af. Op het balkonnetje put een man water uit een wak. In de volle hooiberg wordt gevrijd en de boot die op zijn kant staat doet dienst als wc. Dat vertellend schilderen kennen we al van de 16e eeuwse Vlaamse kunstenaars zoals Pieter Breugel. Hendrik Averkamp verbeeldt hier als een van de eerste Hollandse schilders het Nederlandse landschap.